Het is nog ietsje complexer dan dit, want zoals Martha net al aangaf, mensen zitten in een omgeving. Je hebt een individu zelf, daaromheen zitten andere mensen, die zitten soms in een organisatie of in een gemeenschap, in een maatschappij en we zitten met z'n allen in de wereld. En in die omgeving zijn bepaalde resources meer of minder aanwezig. Dus er is meer of minder alcohol, mensen hebben meer of minder te besteden, er kan gezond eten gratis beschikbaar zijn. Bij seksclubs of zo kunnen gratis condooms zijn. En bovendien zijn er allemaal interventies, campagnes, hoe je het ook wil noemen, van allerlei organisaties. Maar die staan allemaal onder controle van die mensen in die omgeving. Dus uiteindelijk, als je iets wil met gedragsverandering, komt het toch weer terug op waarom die mensen doen wat ze doen. Oké, die neuronen die steeds afnemen, dat leren, dat werkt via een aantal geëvolueerde leerprocessen. En die evolueerden over tijd. En de eerste die evolueerde was habituatie. Dat is ook heel simpel. Dat is gewoon dat organismen leerden dat er dingen waren die ze konden negeren. Waar je gewoon niet zoveel aan hebt. Klassieke conditionering evolueerde iets daarna. Dat herkennen mensen vast wel van Pavlov. Dat je dingen aan elkaar kunt associëren. Procedureel geheugen gaat over dat je motorprogramma's aan elkaar kunt koppelen. Bijvoorbeeld veterstrikken of fietsen zijn daar voorbeelden van. Vicarious learning wordt veel gebruikt in gedragsveranderingsinterventies. Dat is dat je indirect leert. En daar heb ik een heel kort filmpje van om het te illustreren. Die is nu dood. Wat zielig is voor Barney. Maar dat laat wel zien hier dat Fred, misschien dan niet toevallig Fred Flintstone, want het was niet zo'n licht, maar dat organismes die kunnen dan door te observeren zien dat ze iets misschien beter wel of niet kunnen doen. Dit was het eerste geëvolueerde leerproces waarbij een organisme, of een mens dus, niet langer via trial and error zelf alles hoefde te ervaren. Nou ja, de laatste die evolueerde, voor zover we weten, is reflectief leren. Het gaat om het autobiografisch geheugen. En die leerprocessen evolueerden over tijd, dus niet alle diersoorten kunnen op al die manieren leren. Dus amoebes, die kunnen wel habitueren en sensitiseren, dat is er ook één, maar die kunnen bijvoorbeeld geen procedureel geheugen gebruiken. En mensen zijn de enigen die wij weten, so far, die reflectief kunnen leren. Dit is, voor zover we weten, de soort van sum total van hoe organismen kunnen leren. Dat betekent dus noodzakelijkerwijs dat als er ergens iets verandert in hersenen, in hoe mensen de wereld zien, in hoe ze zich gaan gedragen, dan is dat via een van deze 9 leerprocessen. Dat betekent dus dat alle campagnes die effectief zijn, gebruik maken van deze leerprocessen. Maar als we nadenken vanuit psychologische theorie over hoe je dat dan doet, dan komen we uit op gedragsveranderingsmethodes, zoals het plannen van copingresponses. En zoals je daaronder ziet, die combineren één of twee of meer van die leerprocessen in een soort van, ja, je zou bijna kunnen zeggen, receptjes op een hoger niveau. Dus hier wordt dan heel kort uitgelegd, zodat het op een slide past, hoe je omgaat met het plannen van copingresponses. Daar is heel veel onderzoek naar, die zijn uitgewerkt. Er zijn overzichten van, zodat je die in kunt zetten. Dit is een open access artikel waar die in staan. En daar staat er 99. Dus de volgende vraag wordt dan, nu we eenmaal weten wat je in kunt zetten om tot gedragsverandering te komen, waar moet je dan op richten? En als je aan mensen vraagt waarom ze iets doen, dit zijn wat voorbeelden van het gebruiken van een hoge dosis MDMA. Dat hebben we dus aan MDMA-gebruikers gevraagd. Het gaat dus niet om waarom ze MDMA gebruiken, maar waarom ze een hoge dosis wilden gebruiken. Dan krijg je dit soort antwoorden. Dit is een beetje hoe mensen zelf over hun gedrag denken. Dus als je dat goed doet, dan krijg je heel veel van dat soort antwoorden. En dan wordt de volgende vraag dus, al die redenen die mensen hebben om wel of niet iets te doen, hoe koppel je dat dan aan die methode voor gedragsverandering? En daarvoor gebruiken we dan psychologische theorie. Die clusteren eigenlijk allerlei van dat soort redenen in dingen die we psychologische constructen noemen, of gedragsdeterminanten. En dan stellen we, deze determinanten leiden tot bijvoorbeeld intentie, tot gedrag. Maar er zijn heel veel van dat soort theorieën. En die zijn in verschillende contexten, voor verschillende gedragingen, verschillende populaties, wil je meestal andere theorieën gebruiken. En die determinanten, die psychologische constructen, die zijn dan weer gekoppeld aan hoe je ze kunt veranderen. Want zo'n construct, zo'n stukje menselijke psyche, die betreft meestal type geheugen of combinaties geheugen. En daarom zijn die geëvolueerde leerprocessen, die ook weer samenhangen met hoe geheugen van organismen evolueren, die bepalen wat werkt om zoiets te veranderen. En die gebruik je weer in die methode. Dus die koppeling tussen wat voor soort construct je wil veranderen, of het gaat om attitudes of normen, of mensen denken dat ze wat kunnen, dat bepaalt dus wat werkt om dat te veranderen. En er zijn er echt superveel van. Dus het is niet dat je een lijstje van 4 hebt en dat je klaar bent. Er zijn echt meer dan 100, afhankelijk van hoe je ze definieert, honderden determinanten. En daarbinnen moet je ook nog maar net weten waar je op moet richten. Welke opvattingen nou echt belangrijk zijn. Dus even overzicht. Je hebt een interventie. Zo'n interventie kan alleen maar werken als hij effectieve methoden voor gedragsverandering gebruikt. En zich richt op een determinant die belangrijk is voor het gedrag.
Daarbinnen moet je richten op septdeterminanten, dus specifieke opvattingen. En dan, als alles goed gaat, krijg je uiteindelijk de gewenste gedragsverandering. Dus als je een soort kettingtje maakt, je wil uiteindelijk een doelgedrag veranderen. Meestal is dat een vrij breed gedefinieerd gedrag. Daarbinnen onderscheid je dan subgedragingen. Bijvoorbeeld als je wil dat mensen geen cocaïne en alcohol combineren. Dan is een van de dingen die ze moeten doen, is dat ze bijvoorbeeld met vrienden communiceren dat ze dat niet willen. Dat als iemand hen toch cocaïne aanbiedt terwijl ze drinken, dat ze dat dan afwijzen, et cetera. Elk van die subgedragingen hebben vaak andere determinanten, andere psychologische constructen die relevant zijn. Soms zijn normen superbelangrijk. Voor andere subgedragingen van hetzelfde doelgedrag kan het veel meer om attitudes gaan. Daarbinnen gaat het dan om de specifieke opvattingen, voor- of nadelen, barrières, sociale referenten die belangrijk zijn, et cetera. En die kun je veranderen met een toepassing. En een toepassing is waar we het vaak over hebben als we het over een campagne of een interventie of een programma of hoe je het ook wil noemen hebben. Dus dat zijn de concrete dingen die je in de wereld gaat veranderen. En die werken alleen maar als je de juiste gedragsveranderingsprincipes gebruikt, die dus ingrijpen op die determinanten, en als je het op de goede manier gebruikt. Dit is een beetje de kausaal-structurele ketting die verklaart waarom een interventie werkt. En je hebt eigenlijk heel veel van dat soort kettingen binnen elke interventie. En als een van die schakels in zo'n ketting is gebroken, dan is de ketting weg. Dan werkt dat stukje niet. Als je dus richt op een subdeterminant die niet zo relevant is voor het gedrag, dan gaat je interventie niet werken. Dus als je het hebt over aanspreken gebruikers en je wil dan nadenken over wat je moet doen, dan is de eerste vraag, wat is eigenlijk het gewenste gedrag? Wat zijn vervolgens de belangrijkste determinanten van het gedrag? En wat zijn effectieve methoden om die constructen te veranderen? Dus als je kijkt naar het gewenste gedrag, wat wil je dat mensen gaan doen? Als je wil aanspreken op het gebruik, dan gaat het dus om de gevolgen van het feit dat je drugs gebruikt, dus bijvoorbeeld om drugsdoden. Een alternatief zou fair trade coke zijn, dat is er niet, dus dat wordt lastig om tegen mensen te zeggen, doe dat. Wil je dan dat ze gaan stoppen of minderen met dat drugsgebruik? En zoals Edwin net al aangaf, middelen vervullen functies voor mensen. Ze doen het niet omdat ze dom zijn, ze doen het omdat er hele goede redenen voor zijn. Dus hoe kunnen ze dan diezelfde functies vervullen in hun leven? Je zou kunnen zeggen, moet je ze dan zeggen, je moet meer alcohol drinken in plaats van cocaïne gebruiken bijvoorbeeld? Dat is ethisch wat lastig, want we weten dat alcohol super schadelijk is voor die mensen zelf. Maar breder gedacht, mensen kunnen ook agressief worden. Je hebt op de EHBO op zaterdagavond, dat hoef ik niet te herhalen waarschijnlijk. Dus dit is niet heel vanzelfsprekend als gedragsalternatief. Of wil je dan die behoefte aan die functievervulling veranderen? Dat is natuurlijk ethisch ook niet helemaal vanzelfsprekend. En ik weet niet of we daar methodes voor hebben om te zorgen dat mensen minder zin hebben in plezier, geluk, contact leggen, om maar wat functies te noemen waar mensen drugs voor gebruiken. Als je vervolgens je doelgedrag hebt gekozen, en dat doelgedrag moet dus nooit zijn dat ze iets niet doen, dat moet altijd zijn dat ze iets wel doen, dan wordt de vraag, waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? En daar moet je onderzoek voor doen. Je kunt systematische reviews doen. Edwin noemde net al dat systematische reviews, meta-analyses, vaak krachtige evidentie zijn. Je kunt kwalitatief onderzoek doen met individuele interviews. Ik zou dan geen focusgroepen doen in dit geval, omdat het om gestigmatiseerd gedrag gaat. En je wil individueel met mensen in kaart brengen waarom ze doen wat ze doen. En je kunt kwantitatief onderzoek doen. Daar hebben we ook een aantal methoden voor ontwikkeld, die in die boeken worden beschreven bijvoorbeeld. Een probleem hier is dat experts die determinanten niet kunnen voorspellen. We hebben daar, vonden wij, een leuke studie naar gedaan, waarbij we een aantal gedragingen hebben uitgevraagd waarom mensen die gedragingen uitvoeren. En daarna hebben we experts gevraagd waarom zij dachten dat ze die mensen uitvoeren. Ik kan er niet echt in detail op ingaan, maar zoals ik aangaf, ik stuur de slides nog en de QR-code staat hier al. Maar daar bleek dat de voorspellingen van de experts heel erg uit elkaar liepen. En die hingen ook niet samen met hoeveel ervaring ze hadden met gedragsverandering. Dat betekent dus dat mensen wat een willekeurige expert vragen, betekent dat je toevallig in de buurt kunt zitten. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon een heel verkeerd beeld heeft van waarom mensen doen wat ze doen. En tot slot nog één overweging waar je rekening mee moet houden als je gebruikers aan wil spreken. Je loopt best een risico dat je stigmatiseert. Dat je de indruk wekt dat mensen die drugs gebruiken op een of andere manier slechter zijn. En dat heeft een hele hoop negatieve gevolgen. Dus het is best een lastige om na te denken over hoe je nu een interventie maakt met dat perspectief. Maar als je het wilt doen, dan is dit denk ik een beetje de richting die je op kunt gaan. Dank je wel voor je aandacht. Zijn er vragen?